Bartimeus, de organisatie is voor blinden slechtzienden. Ze hebben onderwijs, ze hebben dienstverlening. En wij zijn echt vanuit onderwijs zijn wij gaan fietsen. We hebben 100 kilometer gefietst in ongeveer 6 uur. Maar we zijn niet op gewone fietsen, maar we zijn met tandems. Dus degene die het minst zicht hebben, dus die niet zelfstandig kunnen fietsen, die zitten achterop. Ik ben nu 6 jaar in Nederland. Ik kwam uit Somalië en ik dacht, ik doe wat mee. Ik vind het een hele belangrijke doel, want ik heb zelf ook ervaring mee. We willen de jongeren in de oorlogsgebieden ondersteunen, helpen. En dit zijn de jongeren die dus hun leeftijdsgenoten. En ook, ja, dit is natuurlijk ook een doelgroep die hulp nodig hebben. Dus ze zijn het ook wel gewend dat zij hulpbehoevend zijn. En dan is het juist extra leuk dat wij een steentje kunnen bijdragen aan anderen die het ook heel zwaar of die het zwaarder hebben dan wij hier in Nederland. De fietstocht was vooral heel gezellig, maar aan het eind begin je wel je benen te voelen en vooral ook de billen, heb ik gehoord. Ja, je bent met een groep en je maakt lol met elkaar en ja, het is gezellig. Het is wel een beetje een uitdaging, zeg maar. En het is toch maar even 100 kilometer die je wegtrapt en ik wou het gewoon eens een keer proberen. En uiteraard is het ook voor de jongeren in oorlogsgebieden.